tijd voor taart. Dus ik ben bezig met de taart. Oh, ik zie dat ik nu zit te knoeien met mijn vieze handen. Ik ben bezig met Vanellope, met het gezicht van Vanellope. Zo ziet ze er nu uit. Ze krijgt uiteraard nog haar en natuurlijk een hele mooie jurk aan. Hier is het begin van Vanellope. Dus, nou ja, heel schattig. Het ziet er een beetje gek uit, zo'n Vanellope met een kaal hoofd. Maar komt goed. Jullie zien straks het eindresultaat. Nou, Vanellope die is, komt al aardig in de buurt. Ik heb haar even op een stokje gezet. Kijk. Dit is Vanellope van Sweet. Hallo. Ik begin met de jurk. Begint met donkerroos. Zeg maar de ondergrond. Dus ik doe de hele jurk bekleden met donkerroos. En dan ga ik wat strookjes eroverheen plakken. Zo, Vanellope heeft in ieder geval een jurk aan. Ik heb het fondant vrij dun gehouden. Ik doe er geen plakkaat op, want er gaan namelijk nog roesjes om die rok heen. En anders wordt het echt één grote zoete bonk. Dat is het al. Maar we gaan het niet overdrijven. En dan snij je hem netjes af. Nou, we gaan gewoon door met de ruffeltjes. We hebben nu twee kleurtjes. Donkere roos, lichte roos. En nu komt hij nog lichter roos. We gaan gewoon door totdat we bovenaan zijn en dan dat hij bijna wit is. Ik heb hier een cake dowel. Die doe ik door het lichaampje of door de jurk van Vanellope heen. Dus die doe ik door het midden. Moet ik even kijken wat goed het midden natuurlijk is. Die doe ik hier doorheen. Nou, ik heb dit lichaampje gemaakt. Om haar lijfje maken we nu wat pareltjes. Of wat kleine, ja, ik noem het maar druppeltjes. Gewoon een klein rondje in je hand. Zo. En aan het uiteinde draai je tot een puntje. Nou, het heeft even geduurd, maar de taart is af. Het heeft mijn broek omhoog gelezen. De taart is af. Ja, hij ziet er nu zo uit. Ik zal hem even laten zien. Het is best een beetje zwaar. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Hier is Vanellope. Vanellope von Sweet. Skeetje.